In deze video gaan we het FAS-model toepassen. Nou, je bent bekend met het FAS-model. En als je een FAS-model gaat toepassen, dan ga je dus uit het verhaaltje ga je een FAS-model maken. Nou, stel je voor, je hebt een loterij met daarin 60 loten. 5 prijzen, 1 iPad en 4 gelijke geldprijzen. En nou heb je dus Joop, die koopt dus 4 loten en hij vraagt zich af. Wat is de kans op een iPad en een geldprijs? Nou, dit is het verhaaltje. Dan gaan we bij dat verhaaltje gaan we een FAS-model maken. Dus laten we zeggen, we hebben een FAS met daarin niet 60 loten, maar 60 knikkers. We geven de kleur rood, een rode knikker. Een geldprijs krijgt de kleur wit, witte knikkers. En als je geen prijs hebt, dan heb je dus blauwe knikkers. En daarachter zet ik even het aantal. Dus we hebben 1 rode knikker, 4 witte knikkers en 55 blauwe knikkers. Zodat je dus samen 60 knikkers hebt. En dan gaan we dus de kans bepalen op de kleurenknikkers. Dus je pakt 4 knikkers. Wat is de kans dan op 1 rode en 1 witte knikker? Nou, dit komt je waarschijnlijk een beetje bekender voor. En als je een rode en een witte pakt, dan heb je natuurlijk ook 2 keer een blauwe. Nou, wat doen we dan? Dus van die rode, waar je dus maar eentje van hebt, daar pak je dus ook 1 van. Van die 4 witte pak je er ook 1. En van de 55 blauwe pak je er dus 2. En van die 60 pak je er dus 4. En als je dat intikt op je grafische rekenmachine, dan krijg je de volgende kans, en die is niet zo groot, 0,018. En het spreekt dan voor zich dat het FAS-model dan gelijk is aan het verhaaltje, maar dan een beetje begrijpelijker. Nou, op de volgende bladzijde nog even een oefeningetje. We hebben een loterij, 80 loten en 6 prijzen. Nou heb je dus Mirte, die koopt 4 loten. En wat is de kans dat ze meer dan 2 prijzen wint? Nou, als je daar een FAS-model van maakt, dan heb je dus eigenlijk 6 rode knikkers en 74 witte knikkers. Dus 6 prijzen en 74 niet prijzen. De vraag is dan, wat is de kans op meer dan 2 keer rood? Maar ja, meer dan 2 keer rood en je pakt dus 4 knikkers, of je pakt 4, of je neemt 4, je koopt 4 loten. Dan heb je dus in het geval van de knikkers, heb je dus over 3 rode of 4 rode. Nou, als ik dat ga intikken op mijn rekenmachine, dan krijg ik dus van die 6 pak ik er 3. En van die 74 pak ik dus 1. En van die 80 pak je er dus 4. Dit is dus de kans op 3 rode. En dan gaan we kijken naar 4 rode. Dus van die 6 pak je er 4. En het spreekt voor zich dat je van die 74 dan niet eentje pakt. Van die 80 pak je er dus 4. En dan is de kans heel klein. 0,001. Nou, als je dan gaat kijken naar meer dan 2 prijzen, dan heb je dus over 3 prijzen en 4 prijzen. En de berekening is natuurlijk gelijk aan het FAS-model. En zo schrijf je het natuurlijk ook op de toets. Nou, ik hoop dat je hier een beetje verder mee kan. Dit was het weer. Tot de volgende keer.